Oké, jongens, welkom terug bij een gloednieuwe huiskamertjes video. Vandaag is het een krachtoefening. We gaan vandaag werken aan de human flag. Hiervoor heb je een paal nodig of een ander rechtopstaand voorwerp waar je handen goed omheen kunnen. Zorg ervoor dat je, als jij buiten bent, op de stoep, op de straat, kijk altijd eerst goed uit wat het verkeer doet, mocht jij over moeten steken om bij de paal te komen. Let op, ik ga hem een keertje voordoen, de human flag. Vastpakken. Het is een krachtchallenge. Ik ben benieuwd of jullie deze kunnen. Het zou heel tof zijn. We gaan nu verder met de tips, dus goed opletten. Oké, jongens. Stap 1 van de human flag zijn de positie van je handen. Jouw rechterhand gaat over je hoofd en je pakt je paal gewoon vast. Jouw andere hand gaat dus of op de onderkant van de paal of op het stukje waar je hand kunt steunen. Dan heb je dus misschien iets meer kracht. Tik, tik. Stap 3. Jouw been gaat naar voren, zwaait naar achter en springt omhoog. Probeer je armen daarna te strekken. Nog een keer. Stap 3. Zwaaien. Springen. En strekken. Ja? Stap 4 is vasthouden zolang als jij kunt. Let op. Vastpakken. Neerzetten. En proberen te strekken. Benen uit elkaar. Ja? Ik ga nu eens kijken hoe lang ik dit vol kan houden. Kom op, jongens, volhouden! Volhouden! Is dit jullie gelukt? Ik ben heel benieuwd hoe lang jullie de human flag hebben vol kunnen houden. Laat onder in de reacties weten hoe lang jij het volgehouden hebt. En laat zien hoe je dit gedaan hebt. Heel veel plezier met oefenen. Hier word je echt heel sterk van. Dus heel veel succes en train die spierballen. Let's go!